Wat doet die wesp? Kap eens. Hij gaat gewoon op mijn hand zitten, kijk dan. Nee, ja, ik vind hem gruwelijk, man. Ik vind hem echt vet. Komt ie, hè? Schatje. Ja. Zou je het erg vinden als ik een scooter koop? Knol, power! Ga je hem van hem overdoen? Ja. Niet. Ja. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben op zoek naar de beste vriendin ter wereld. Ze schijnt hier ergens te zijn. En... ik ruik wat. Ik ruik wat. Het is Myron! Cappuccino! Myron is lekker cappuccino aan het maken. En dit is iets wat Myron echt al wekenlang doet. Als ik, want ik ben degene die later opstaat. Dus, oh, geen hartje maken? Bijna. Maar je hebt er nog eentje te gaan. Maar serieus, al 2 weken lang? Nou, misschien wel langer eigenlijk. 1, 2? Wow, die is nice. Weet je ernaast? Ja, maar dat maakt niet uit. Dit is nice. Mag ik deze? Yes. Weet je wat ik altijd doe? Als ik voor iedereen een cappuccino maak, dan geef ik altijd de mooiste aan jou. Ah, schatje. Zo lief. Het is best gelukt, de hartjes voor jou. Zo lief, schatje. Niet te doen. In mijn knuffeltje. Je hebt een pausje op je kin. Oh nee, alweer. Yo, ik heb nog steeds een ontsteking in mijn nek, maar dames en heren, ik word er helemaal gek van. Maar kom hier, schatje. Zo lief van jou. Zo lief van jou. Nee? Nee, maar serieus, dat doet mij echt al wekenlang. En dan ben ik degene die dus later uit bed gaat. Dus dan kom ik nu net onder de douche vandaan. Ik heb nog even mijn flipflops aan, mijn slippertjes. En dan kom ik in de keuken of dan ga ik naar mijn studio. En dan in één keer staat er of bij mijn studio al cappuccino, of ik kom het hier ophalen in de keuken. Maar het is niet normaal, dames en heren. Maar ik kan wel zeggen dat vandaag... It's a beautiful day, the sun is shining, feels good, and no. Maar dit kan een stap niet na. Dat heb ik al lang niet meer gedaan, dames en heren. En dat zeg ik ongeveer elke keer om de 2 maanden. Want dan is het waar dat ik het lang niet heb gedaan. Maar damn, het is lekker weer, dames en heren. Ongelooflijk. Ik ga maar eens even lekker mijn cappuccino pakken. En dan ga ik maar even lekker naar de studio toe. En dan gaan we eens even kijken naar een erg opgeruimde studio. Want ik kan jullie vertellen, kijk, Noël is er nog wel. Noël die heeft hier geslapen en die staat nu op het punt om, geloof ik, te douchen. Kunnen we even kijken. Ja, Noël, alles goed? Ja. Lekker geslapen? Ja? Lekker maatje. Ja, hier is aan het douchen. Hij moest ook lachen. Nou, dan lopen we verder met de cappuccino naar de studio. En kijk. Mijn beast setup hoor. Ongelooflijk. Ongelooflijk, dames en heren. Zo. En kijk, hier staat Bas. Maar dat is gewoon helemaal leeg. Bas, maatje, waar ben je? Hij is gewoon weg. Maar goed, hier zit Noël dan nog steeds. En hier zit Myron dan. Dus nog steeds gezellige boel. En deze achtergrond heb ik ooit een keertje voor de grap ingesteld. En Noël heeft het nooit veranderd. Het is gewoon 2 zonnetjes. Of nee, het zijn geen zonnetjes. Het is een zonnebloem. Dat zie ik nu pas trouwens. Ik dacht serieus dat het een zon was met een smiley erop. Maar het is serieus een zonnebloem. Goed, wat slecht van mij. Nou, en dan word ik wakker en dan zit ik hier. Zo, achter de computer. En dan moet ik eigenlijk beginnen met wat mailtjes te doen en beantwoorden en dingetjes en bla bla bla. Maar ik vind dat ik heel erg zielig ben met die ontsteking in mijn nek. Dus we gaan eerst even League of Legends. Kijk, nu is mijn eigenlijk mooier, dus dan ruilen, ja? Huh? Hoe heb je dat gedaan? Ja, ik moest nog eentje maken. Oh, voor Noël? Ja, oh. Dat is 3 zijn we hier. Ah ja, dat is waar ook. Dat had ik ook niet graag gewonnen. Nee. Nou, we hebben er al eentje zijn we vanaf, nu de andere nog, hè? Maar Noël, serieus, ik zei net tegen hem, wow, zo fijn dat je je bed had opgemaakt. Want normaal gesproken ligt die deken echt gewoon helemaal zo verkreukeld. Hij had helemaal zo strak dat dekentje zo erop gedaan. Bas, je hebt geen goede indruk achtergelaten bij mij. Noël, Bas die deed het ook wel hoor. Ja, klopt. Bas deed het ook wel. Bas is een nette jongen hoor. Die ruimt dingen op en zo. Soms wel pas als we het zeiden, maar dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik ruim ook niet altijd alles op. Ik ga ook League of Legends spelen. Join the club. Voor de mensen die het niet weten, League of Legends, dat is best wel sick. Ik heb een account en die bestaat al gewoon 10 jaar, dat account. Dat is gewoon langer dan dat ik YouTube doe. En dit is mijn verzameling poppetjes. Dit zijn allemaal League of Legends poppetjes. Dus ja, dit spel heb ik echt al jaren niet gespeeld. Maar ik heb dit hier altijd neergezet. En ik ben het nu weer gaan spelen. En hierboven staan ook nog wat. Niet deze trouwens, dit is geen League of Legends, dat is Batman. En ik heb hierachter echt de meest schattige...
En ik heb hierachter echt de meest schattige champion. En gisteren heb ik dus een 20 euro kaart gekregen van League of Legends van Myron. Echt zo super lief. En daar hebben we nu een skin voor gekocht van Timo. Oh, is dit Timo? Dit is Timo. Oh, yo. Ik dacht dat dit Timo was. Oh, wacht. Ik moet accepten. Kijk, accept. Accept. Ik dacht dat dit Timo was. Nee, schatje. Dat is Kokmaal. Oh. Ja, dat is geen Timo. Dat is Kokmaal. Maar weet je welk ik hiervan het leukste vind? En daar speel jij volgens mij nooit mee. Deze. Oh, geniaal. Dat is Jinx. Echt? Ja, dat is Jinx. Daar speel je nooit mee, toch? Nee, daar speelt Bas altijd mee. Echt? Ja. Die vind ik echt leuk. En deze vind ik ook wel vet. Dat is Poppy. Dus die heb ik nog nooit gehoord. Poppy, nee. Die spelen ze ook niet heel vaak. Oh, en deze? Ja, daar heb je een skin van uitgekozen. Ja? Dat is Lux. Oh, die vind ik ook leuk. Ja, ik heb een ultimate skin van Lux. Dat is de allerduurste skin die er is in de game. En die wilde Myron graag dat ik die ging uitkiezen. Nou goed, dat is haar 20 euro. En deze, staat Timo hier niet tussen? Nee, volgens mij heb ik Timo niet als poppetje. Dat is gek, hè? Dat is ook Jinx. Ja? Ja, dat is ook Jinx. Oh mijn god, heb ik het nou verkeerd? Had jij deze net vast? Nee, deze. Nee, dat is Poppy, ja. En die? Volgens mij is dit een skin van Jinx. Staat er niet op, hè, welke het is. Nee, staat er niet op. Nou, misschien heb ik het helemaal fout, maar ik dacht dat dit Jinx was. Moet je niet iets doen op de computer? Nee. Soms, ja, nu wel. Kijk. Nu staat er Choose Your Champion. Maar goed, meer over dit soort dingen, denk ik, op mijn gamekanaal. Dat is, denk ik, leuker voor de mensen, want dan scheid ik vlogs een beetje met gamen. Maar als jullie het niet erg vinden, ik focussen. Captain Timo on duty. Ik heb Timo gekozen. in ieder geval, ik ga even een potje gamen. Ik ga even lekker genieten van mijn cappuccino. Oh, dat is echt een genietmoment voor mij. Echt een heerlijk begin van de dag. En dan, ja, zo begint het. Leuk dat jullie kijken, dames en heren. Welkom. Welkom bij een vlog van Enzo Knol. Goed nieuws, dames en heren. Ik heb mijn potje liefles gewonnen, dus ik ben in een goede bui. Ik ben in een hele goede bui. Noël! Ben je klaar? Want kijk eens even wat ik heb gemaakt hier, dames en heren. Myron die wilde niet, maar ik ben hier helemaal gek op. En Noël ook, maar check eens even hoor. Ik heb wel eentje. Oeh, oh, dat mag. Want we, zoals je ziet... Dit is echt heel veel. Ja, dit is echt heel veel. Bro, we zijn zo gezegend. Kijk hoeveel. Dus het is op. Niet normaal, hè? Ja. Ik heb er ketchup op. Ik weet niet... Ketchup. Dat was leuk, hè, dat ik dat zei. Ik heb een ketchup. Ik heb een ketchup up. Een curry up. Curry up? Curry up. Lekker hoor. Ik vind deze fijner trouwens. Kijk, er liggen echt zo mooi naast elkaar. Maar deze moet dan nog weg. In jouw mond, of niet? Ja. Oh, lekker smikkelen. Pas op voor je mouw, schat. Put it on my worst. Oh, lekker hoor. Heerlijk. Nee, ik wil geen ketchup. Lekker hoor. Oh, curry up. Schat, ik vind dat zo lekker als je dat doet. Ja, lekker, op mijn wang, een beetje ketchup. Lukt dat allemaal? Dus echt geniet hoor. Holy moly, check deze stack. Wow. Lekker boter aan de andere kant. Echt, ik altijd zo vaak als avondeten toen ik nog alleen was. Ik kreeg in je mond. Ik moet goeie zeggen, ik vind het... Hoe je dit ook weer vast hebt, zo. Ja, ik weet hoe dat moet. Echt mooi. Ik vind het eigenlijk het lekkerste op een bolletje. Ja, snap ik. Ja. Maar goed, Myron had geen goede boodschappen gedaan. Er waren geen bolletjes. Oh jee. Dat is raar, hè? Soms lijkt het wel alsof er een steen in zit of zo. Ja, het is gewoon een stukje spier of zo, volgens mij. Oh, zo gek klaar geworden. Je kijkt hoe hard dan. Nee, maar hoor dan. Ja, je hoort het wel. Het is gewoon hard, kijk. Ja, dat is gewoon een stukje bot misschien wel. Want knakker is gewoon een menging van allemaal soorten vlees, toch? Ja, weet het niet. Net als frikandel. Net als frikandel, ja. Dat hoorde ik ook zeggen. Wow. Gewoon allemaal shit bij elkaar gehaakt. Allemaal shit. En hoe smaakt dat? Lekker. Ja, knakworst wel echt super lekker. En vertel even waarom we nu knakworst eten. Oh ja, dat is wel bijzonder. Dat zou je misschien niet verwachten. Nou, ik belde Pim net, mijn personal trainer, om te vragen of wij vandaag misschien mochten sporten. Ook al is de sportschool dicht. Dus hij zei, jawel, ik fix wel dat je de sleutel op kan halen. Maar ik ben lekker aan het genieten hoor. Ik ben lekker aan de knakworstjes. Dus ik zei, wow, knakworstjes. Ik zei, wow, dat is een goeie. Dat ga ik ook eten. Dus dankzij Pim eet ik nu knakworstjes. Dat is wel iets wat we bijna altijd in huis hebben, knakworst. Het ligt altijd wel in die la. Zo fijn. Het is een must, hè, als je met jou samen bent. Nou, als je met ons samen bent. Ja. Nou, geniet ervan, jongens. Dankjewel. Jullie zitten zo schattig, zo met die elleboogjes op het tafelblad. Zo lekker. Een beetje later in het griffeltje. Noël kijkt ook echt recht in die lens elke keer. Dat is niet lekker wat je doet, man.
geen worst meer. Nee. Een worst is op. Er zit gewoon droog brood tegen nu. Wat? Ken je dat? Mensen die zo'n heel brood zo droog opeten? Yup. Ik snap niet hoe dat kan. Koni, ik snap sowieso niet. Mensen die echt gewoon 12 plakken brood op een dag kunnen eten. Vind ik ook zo ziek. Toen ik vroeger nog op de middelbare school zat, had ik serieus een jongen op school. En die nam gewoon een heel brood mee en een pot pindakaas. En die at gewoon het hele brood op. Dat is toch niet normaal? Dan zag je hem in de pauze weer smeren. En dan had hij echt, elke pauze had hij gewoon 8 broodjes of zo. Dat is toch niet normaal? Dat is echt ziek, hoor. Nee, ik ken ook wel zo iemand hoor, die dat vroeger altijd deed. Die jongen van 2 meter. Ja, dan kwam ik aan met 2 boterhammetjes. En dan hadden ze echt gewoon 3 van die, hoe heet dat, lunchboxen. En die zaten helemaal vol, 1/2 liter melk erbij. Niet normaal. Dus altijd gewoon de zak waar die bolletjes nog in zaten, ja. Die hadden ze gewoon mee. Ja. De trommel was te kuilen. En we volgende lunch. Ja, echt ziek. Ik zit hier nou helemaal vol. Snap ik. Met zoveel worst. Jezus, zijn gewoon 2 pakken, hè, wat jullie met... Gewoon 1 pak pp. Oh, ik dacht dat je 1 in had. We hebben iedere blik. Leuk man. Scootervriend, ga je meekijken? Of course, my friend. Holy shit. Deze is echt sick. Deze is echt sick. Wat er gebeurde is, we reden weg bij mijn huis en ik kwam een Yamaha scooter tegen. En het eerste wat ik tegen Noël en Mayon zei was, wow, zie die Yamaha ergens achter mij? Die heb ik vroeger ook zo eentje gehad. Die ziet er zo ziek uit. En wauw, hij komt naast mij staan en ik zei, wauw, je hebt echt een dikke scooter, man. Zullen we ergens stoppen? En hij zei, ja, dat is prima, geen probleem. Dus nou, nu zijn we hier gestopt en check deze scooter, dames en heren. Dit is gewoon de perfecte combinatie ook van dat zwart. Zwart en witte zo hier aan de voorkant. Is dit standaardstuur of is het sportstuur? Ja, dat staat er standaard bij. Het model uit 2014, dus... Serieus? Ja, ja. Wat? Ik dacht dat het altijd zo'n sportstuur was dit, maar... Ja, nee, zit er standaard bij zo. Ziet er echt vet uit, man. Blijven. Damn. Ja, en die knippenlichten hier ziet er ook wel sick uit. Ja. Dit is ook toch standaard gewoon? Ja, standaard. Dit ding is ook standaard, ja. Wat hier op zit. Standaard. Het model uit 2014. Echt? Ja, ja, ja. Wat? Ik vind hem echt vet, man. Hij zit best wel hoog op zijn vering hier, hè? Ja, ze worden niet meer verkocht. 2 takt gaat eruit. Echt? Ja, gaat er allemaal uit. Ze wordt allemaal 4 takt. Wat? Ze worden ook niet meer gemaakt. Dus dit is nog een mooie ouderwetse 2 takt. Ja, nou ja, ouderwetse 2014. Dus ja. Hoeveel kunnen we omkomen? Nou, ik vind hem echt vet, man. Ja. En inderdaad, 2014 is helemaal niet ouderwets. Ik bedoel, mijn is veel meer ouderwets. Ja. Die Malaguti. Malaguti. De Malaguti. Maar dat is ook een vet ding. Ja, die is wel gaaf, hè? Maar je hebt deze al een keer aangeboden aan mij, hoe bedoel je? Ja, stiekem, via Instagram. Dat is lol. Ja, echt? Je wilde hem verkopen aan mij? Nou, ik wil hem waarschijnlijk wegdoen. Meen je? Yamaha, gek, toch? Ja? Ja? En waarom wil je hem wegdoen? Nou, gewoon, ik denk dat ik ga stoppen met scooter rijden. Gewoon een beetje, ik weet het nog niet zo. Daarom, ik ga het onderhandelen voor jou. Oké. Nou, dames en heren, wat vinden jullie ervan? Het zou wel vet zijn. Straks heb ik 4 scooters of zo. Vroeger had ik helemaal geen geld om überhaupt 1 scooter gewoon netjes te onderhouden. Want ja, mijne was altijd kapot en dan moest ik weer op de fiets of zo, omdat ik geen geld had om te maken. Nu heb ik de Malaguti eigenlijk een beetje voor de grap gekocht, omdat ja, die scooter was gewoon een beetje opgevoerd en het is wel echt een leuk ding. En ik weet niet, ik vond de naam leuk. Malaguti. En ik kon er goede wheelies op doen. Dus ik dacht van, dat is wel lachen. Waarom zit er een wesp hier zo bij mijn... Standaard gelaten. Wil je weggaan misschien alsjeblieft? Steekt hij me in mijn nek bij mijn ontsteking. Heb ik nog een ontsteking erbij. Wesp, wat is er zo leuk aan... Oh mijn god, horen jullie dat? Ik pak hem gewoon beet. Check dan. Wat doet die wesp? Kap eens. Dit is zo irritant. Kan je eens filmen schuin met je telefoon? Kijk dan, je zit gewoon op mijn hand, ouwe. Ik kom eraan. Kijk, ik ga chillen. Kijk wat hij doet. Hij gaat gewoon op mijn hand zitten, kijk dan. Bro, ik zal gelijk stressen. Wil je dat misschien niet doen, maatje? Ja, hij is weg. Kijk, niks aan de hand. Komt hij weer terug? Zit hij om ons heen te cirkelen? Wat gebeurt hier allemaal? Die wesp zat gewoon de hele tijd op mijn vinger. Maar ik vind hem super vet, man. Ik vind hem echt dik. Mooie Yamaha Aerox 2014 model. Ja. Maar... Noemen hem Yamaha Aerox Naked. Moet maar eens opzoeken. Hoe noemen ze hem? Yamaha Aerox Naked. Oké. Okay. Heel raar op het eind, Naked. Yamaha Aerox, mag ik een testritje maken, Naked? Ja, je mag hem wel eventjes... Dat is goed, hè? Ja, ik zie het hier ook staan, Naked. Wauw, dan heb ik misschien straks een naakte Yamaha Aerox. Kijk hoe naakt, het is zo lekker. Ja, dit is wel echt sick. Stuurtje naakt. Is hij helemaal standaard? Dit is gewoon standaard, zo. Je hebt hem gewoon zo gekocht? Ja. Ook in 2014 gekocht? Ook in 2014 gekocht. Heb je hem al zo lang? Ja, zo lang heb
Oh, wat onderhoud je hem goed dan? Ja, weinig zijn, draaien, heb je af en toe schoonmaken. Zijn die bandjes, zijn die gewoon nog van daar? Toen. Nog van toen, de eerste wat keer. Wat de hel. Nee. Kijk hoeveel profiel dan. Hou op, is dit, zijn dit de bandjes uit 2014? Ja. Oh, ik moet elke half jaar nieuwe banden voor me. Wat? Ja. Dat meen je niet. En hoeveel kilometer heb je erop staan dan? Wauw, eigenlijk een betere koop kan je dan niet hebben als het gewoon maar één eigenaar heeft gehad. 78.700, nou ja. Wat? Bijna een ton op de Aerox. Ja. Maar zo, dus dit gaat echt weird. Zat er bijna een ton daarop? Ja. 78.000. Oei joh, dat is wel... Nee joh, helemaal. Nee, dat is 7.800. Nee, 7.800. Ja, ik wou net zeggen. Als er een ton op een scooter staat, moet je hem niet kopen, ja, hoor. Maar... Dat klopt niet helemaal. Nee. Bijna 8.000 kilometer. Ja, ik wou net zeggen. Ik zag die punt niet. Bro, ik denk al een ton, dan moet je hem niet kopen. Ik zag die punt niet. Ik dacht al, gewoon een ton. Oh, joh. Hey, jouw filmt achterop, dan blijf ik hier wel even wachten. Ja, zak eens. Ga ik met je auto. Oh, dus je hebt nooit iets van een andere koppeling, racekoppeling? Helemaal niks. Geen opgevoerd, niks. Niks. Hoe hard gaat die max? 50. Ja, als je heet is, je gaat heuveltje af. Ik kan 55, wind in de rug ook. En heuveltje op gaat 40. Ja, zoiets. Bro, dit is echt. Hij loopt ook nog lekker stationair, heerlijk. Ja. Komt ie, hè? Het past hem wel. Ja, goed, hè? Ja. Ja, doei! Ja, zo. Wow, dit brengt me echt terug naar mijn jeugd. Bro, je zit er te netjes op. Ja, maar het brengt me echt terug naar mijn jeugd. Ja, het ziet er mooi uit. Ik heb twee scooters gehad. Een Aprilia SR en een Yamaha Aerox. En de Aprilia SR was echt een opgefokt ding. Die ging echt veel te hard. En de Yamaha Aerox was nog redelijk netjes. En dat was ook gewoon met deze kappencombinatie qua zwart-wit. Ja, sick. Ja, nice, bro. Wauw, dit is zo vet. En eigenlijk als je hem wil kopen, zeg nou, hij is wel matig, man. Pakt hem niet goed op. En, nee, man. En pak je misschien niet anders. Loopt niet lekker stationair. Moet nog aan gedaan worden. Oh, wauw, je hebt hem echt goed onderhouden dan, hé. Ja. Hij zit echt super. Hij start echt gewoon. Ja. Wow, ik heb nog nooit een scooter gezien. Wel even tijd. Als je in de schuur hebt gestaan, moet ik hem wel even aankikken, zeg maar. Oké, nu komt er waar. Dat is al min 300 euro. Maar dat je dit nog in twee takt hebt, is wel echt ziek, hoor. Ja, dat is vet, toch? Twee takt is, kan je ook beter. En die stickers hier zijn ook allemaal origineel. Ja, dat is ook allemaal origineel, ja. Ik kon hem in drie soorten kleuren of zo halen, ook deze. Ja. Eentje met geel-zwart, eentje blauw-zwart en eentje dus deze. Wat, ik kijk dit ook hier zo aan de zijkant. High-tech, bro. Ja, wow. Kijk, voetsteuntje voor degene achterop. What? Het zit helemaal zo, ja, dat is echt netjes gemaakt. Ik heb al meteen, serieus, ik heb al meteen zo'n beeld. Bro, hoe je hem gaat anders. Met jou te doen, ja, man. Want jij bent ook zo'n scooter. Andere vering. Oh, ik ga lijpen. Andere kartenkap. Ja. En dan doen we hier zo. Deze doen we hier achter zetten. Ja, boven. En we doen hier zo'n sport uit. Malossie teruglopen of zo. Met zo'n bocht. Zo. Juist, teruglopen. Ja. Zo'n racekoppeling hier zo. Ja, maar we houden hem wel 50cc, weet je wel. Ja. Dat wel. Ja, 70 zeker. Nee, dan moet je motorrijbewijs voor hebben. Precies, we houden 50cc. Ja. Dus dan ziet hij er standaard uit, maar ook weer niet, mag weet je wel. Ja, ja, tuurlijk. Ja, doe je ding. Ja, ik film ook mee in de rond. Ja. Kijk, en dan zo achter. Zo. Kijk, dus hier zit je ook lekker op, geloof ik. Ja, man. Mag ik even voelen? Ja, ga maar even zitten. Dan zit ik hier zo, hè. Zo. Dan heb ik die achter... Wauw, bro. Deze scooter is echt hard, hoor. Ja, serieus. En mag ik een brutale vraag stellen voor hoeveel je hem hebt gekocht in 2014? Ik denk dat het toen rond de 3000 euro was. Wow! Ja, hij was natuurlijk helemaal nieuw. Ja, dus later hebben ze er wel iets meer voor gevraagd. Gewoon de waarde steeg, zeg maar. Ja, de waarde steeg van deze. Ja. Echt? Ja. En wat als je nu zo mij ziet zonder de auto, zeg maar, wat zou je dan vragen? Ja, ik heb een, wat zou je dan? Bij Van Dijkje verderop. Je woont in Willy Koning. Toen een keer was jij aan het rijden. Ja. En toen zag je mijn zoon inderdaad. Willy doen. Een Willy doen inderdaad. Ja, die woont hier. Inderdaad op de vlog inderdaad, want dat is de Willy Koning van Zeist. Echt? En die woont hier zo. Oh, geniaal. Onze Lucas. Is hij er niet? Nee, hij is nu even weg. Oh, dus, jammer. De Willy Koning is niet thuis. Nee, die is niet thuis. Maar ik zag je al staan. Dus zo de groetjes van. En succes, hè? Ja, top. Dankjewel. Ik zie hem wel eens weer dan. Ja, zeker weten. Hoi, hoi. Ja, geniaal. Ik heb ooit een gast gezien en die deed echt zieke wheelies. En nou, die woont blijkbaar hier. Geniaal. Zo random. Oké, en hoeveel heb je dan nu in je hoofd? Weet je dat niet? Ja, ik heb hem bij de dealer zeg maar aangeboden. Gewoon bij Van Dijk. Ik denk dat je die ook hebt. Ja, die twee wielen Van Dijk. Daar staat hier ook achterop. Oh, daar heb je hem gekocht? Ja, ik heb hem ook al gekocht. Wow, stel voor, bro. Dat is gewoon Rob, hè? Dat is waar ik mijn scooter ook heb. I know Rob. Stel voor, het lukt mij om te kopen en ik breng hem naar Rob en ik zeg, yo Rob, ken je deze? Ken je deze nog?
2014. Hé, hey, kenteken, alles, let's go. Wow, maar oké, en je hebt hem aangeboden, hem. En Rob die gaf je geen goed bod. Ja, ze zeiden ongeveer iets van een maand geleden was ik daar. Ja. Dus ongeveer als je hem nu zonder onderhoud inlevert, krijg ik zeg maar 1100 euro. 1100 euro. Veel meer, maar... Nou, van 2014, 3000 euro nu. Dat is nog vrij netjes. 1100. Ja. Je ziet er ook gewoon betrouwbaar uit. Je hebt er goed onderhouden. Tenminste, zo ziet het eruit. De buitenkant, hè. Er is niks mis mee. Motorisch weet je natuurlijk niet. Maar als ik zo kijk, loopt gewoon lekker. Start goed. Ja. Als ik oude motor even een beetje aantrappen. Dus dat geeft me op zich wel een goed gevoel. Oké. Wow. Hey, Noël. Even rembot checken. Damn, ja, ik vind hem gruwelijk, man. Ik vind hem echt vet. Het probleem is alleen... Ik heb geen ruimte meer. Ja, we hebben een nieuwe woning. Zo, maar ik vind hem wel heel erg cool, hoor. Malaguti. Ja. Ik wil wel wat pijnlijks voor de kijkers. Ik dacht die Malaguti. Wou ik inruimen? Nee. Malaguti doen we niet weg. Malaguti zit in ons hart. De Malaguti. Is gewoon voor de pijn. Maar ja, dat is gelijk dit of die Vespa. Ja, ik ja maar ook zo vet. Die is toch wel speelser. Ja, ik ben er niet afhankelijk van, zeg maar. Werk is in de buurt, ik kom uit Beeldhoven. Oké. Okay. Ik heb heel lang in Zeist gewoond. Dus want hoe oud ben je? Ja, dat doen ze gok. Ik zou zeggen 26. Ah, nee, ouder. Ouder? Ja. Wat zou jij hem geven? Ik zou 26. Aankomende zaterdag ben ik jarig, volgende week niet. Oké. Okay. Dan word jij 29. Nee. Ja. 34. 34? 34. Oké. Okay. Ja. En aankomende zaterdag? 25 september. Dan word je jarig? Dan word ik jarig. Dan ben ik jarig, ja. Wil je hem verkopen op je verjaardag? Is dat een mooie datum? Ja, ik weet niet. Weet je, dat is... Ik heb lichte twijfel, weet je. Het is toch een mooi ding. En je wil hem eigenlijk niet verkopen? Nou, dan zaten ze eigenlijk gewoon te prenken. Ja, je ziet hem dan wel in de vlog, hè? Ja. Nee, ik vind hem heel vet. Laten we gewoon even contact houden. En ik vind het ook leuk wat jullie hieronder achter gaan laten als reactie. Want serieus, stel voor ik zou hem kopen, dan lijkt het me echt super vet om hem echt helemaal, zeg maar, nog meer next level te gaan upgraden. Dus echt dat je de ziekste vering krijgt en echt een zo'n mooie terugloop uitlaat met van die olievlekken erop, weet je wel. In één keer heb ik hem gekocht. Ik gewoon van door met jouw scooter. Nee, maar dat lijkt me wel echt heel vet. Dat lijkt me gruwelijk. Dus ik ben benieuwd wat jullie zeggen in de reacties, dames en heren. Is dit iets voor mij wat echt leuk is ook voor de vlog? Om te gaan upgraden. Het zijn wel de Enzo-kleuren, hè? Ja, het zijn wel de Enzo-kleuren. Ik geef je groot gelijk. Stuur gewoon. Zeker, ja. Dat stuur, dat maakt het wel echt heel erg vet, hoor. Je kan hem al een beetje rood maken, zo die sportstandjes. Ja, precies. Nou, als je gaat kijken hoeveel je zeg maar kan veranderen aan zo'n scooter, qua sportieve dingetjes, andere handvaten of remmen. Nou, je kan alles veranderen. Dat is echt niet normaal. Bij zo'n Aerox weet ik dat nog wel een beetje. Ja, vet man. Gruwelijk. Echt heel erg vet. Nou, laten we even contactgegevens uitwisselen. Ja, is goed. En dan houden we gewoon nog even contact. Goed idee? Ja, hoe heet je eigenlijk? Mitchell. Mitchell, oké, ja. Top. Nou, sowieso tof dat je de tijd even nam om te gaan stoppen. Zodat we even alles konden filmen en konden laten zien. Want ik vind het vet, man. Ik vind het vet. Wil je ook nog even een testritje maken, of niet? Ja, eigenlijk wel. Mag dat? Ja, heel even voelen als het mag. Voelen als het mag. Politie kont en ga helemaal op eigen risico. Ja, dat is goed dat je dat erbij zegt. Slopen is kopen en... Wat? Als politie komt, is een boete voor jezelf. Rijden. Heel hard rijden. Oh, hij is licht! Aan die voorkant. Ja. Ja, hij gaat er vandoor. Oh mijn god. Ik ga vragen wat Mayun ervan vindt. Schatje, ja. Zou je het erg vinden als ik een scooter koop? Kan je hem van hem overkopen? Ja. Niet. Ja. Niet. Ja, serieus. Ik meen het. Ja, maar hij is zo vet, die scooter. Nee, maar echt serieus. Kan ja, van hem overkopen? Ik meen het. Heb je gevraagd ervoor? Ja. Hij heeft een maand geleden is hij bij Rob geweest, bij de scooterzaak. Die wilde er 1100 euro voor geven. Ja, echt? Maar hij heeft hem in 2014 gekocht bij Rob, voor 3000 euro. Ja, maar 1100 euro is helemaal niet zoveel, toch, voor een scooter? Ja, hij ziet er wel echt heel goed uit. Die Malaguti kostte mij 600-700 euro, ja, geloof ik. Ja, die is al 3 keer kapot geweest. Ja, ja, klopt. Dan moet je die gewoon weer voor 700 euro. Wil je ook even een testrit maken, of niet? Jawel, toch? Kom maar even kijken. Misschien wordt het wel wat. Mag Mario misschien ook een testrit maken? Ja, tuurlijk. En er komen nu ook nog 4 vrienden langs. Mogen die ook al? Mag Mario? Dan gaat hij wel die waarde naar beneden, denk ik. Waar gaat hij? Hij is nooit opgevoerd. Netjes onderhouden. Is het omdat de camera aanstaat dat hij 50 gaat? Of? Nee. Nee, hij gaat echt 50. Echt? Ja.
Dat geloof je toch ook wel van Mitchell? Hij ziet er zo betrouwbaar uit. Mitchell is wel heel betrouwbaar. Hij is wel heel vet. Ik heb nog nooit op zo'n scooter gereden. Wow, dit ziet er... Wow, serieus? Dit is een plaatje, schat? Nee, maar echt, ik meen het. Omdat ik zwart-wit aan heb. Ja, maar dit vind ik zo aantrekkelijk om te zien. Dat aan. Ja, gewoon met... Nee, nee, wacht even. Beetje gas. Ja, lekker, schat. Je weet dat gewoon. Hoi. Zo. Kijk eens even. Hoppakee. Geniaal, echt geniaal. Bro, dit zou zo sick zijn, toch? Of niet? Dit ding. Ja, het moet hebben. Als jij het niet doet, dan doe ik het. Kijk eens even, is ze weer. Echt zo'n typisch scooter geluid. Ja, maar je hoort er gewoon. Ja. Hij is dik, hè? Je moet niet te nice zijn natuurlijk. Wat vind je, schat? Ja, jullie willen mij overhalen. Je denkt dat ik nee ga zeggen. Nee, nee, ik ben gewoon benieuwd naar jouw eerlijke mening. Hoe kom je eruit gewoon? Hè? Sleutel omdraaien. Hey, soepele sleutel, hè? Dan kan je hem zo op een standaard zetten? Want als jij dat kan, dan... Ja, hij voelde wel al heel soepel toen ik hem eraf haalde. Ja. Kijk eens even. Wat vind je zo als je... Kijk, kom eens aan de voorkant staan, schat. Ja, dat is heel vet. Ik vind het heel vet. Maar je maakt sowieso heel mooi natuurlijk. Wat vind je zo van die scooter zo met die voorkant? Dit is heel mooi. Hoort dat zo of is het echt gecustomized? Dit is allemaal gewoon zo... Echt? Ja, dit is gewoon specifiek. Alles is standaard aan die scooter. Hij heeft hem precies zo gekocht in 2014 bij Rob. Meen je niet? Ja. En Rob is top, hè? Ja, ik vind hem heel mooi, hoor. Hij is mooier dan een Malaguti, dat zeker. Oeh, maar nu ga je heel veel mensen raken. Dat hoor ik al in de comments. Maar... Goed, gaat wel harder. Nee. Malaguti gaat wel iets harder. Ja. Hij gaat wel harder, maar deze vind ik wel zelf mooier. Ik ook. Ja. Dit ziet er wel vet uit. Ja, ik vind deze ook mooier. Ik weet gewoon zeker dat het blok wat daarin zit gewoon beter is dan... Kijk, Malaguti zit in mijn hart. Maar hè, want Italiaanse poppedi piepedi papedi. Maar dit is wat ik vroeger heb gehad. En dat brengt heel veel gevoelens naar boven. Dat weet ik. Daarom vind ik het leuk. Ik word gewoon emotioneel als ik zoiets zie, weet je wel. Maar hier deed je ook altijd je wielies op, toch? Ja, klopt. Maar dat hoef ik niet aan iedereen te vertellen altijd. Dat kan nu niet meer. Maar ja, ik vind hem heel mooi. Het is gewoon eigenlijk een beetje de nieuwe variant van de Aeroxjes. Dat zie je, want... Hier reed jij vroeger niet op, want die was veel... Ronder. Ja, ronder. Ja. Klopt. Het is gewoon veel sport. Ja, het is gewoon maar iets is netter. Is er wel een keer iets aan kapot geweest? Heb je hem wel iets een keer laten maken? Goeie vraag, schat. Goeie vraag. Er wat krasjes op natuurlijk. Gebruikerskrasjes. Ja, gebruikerskrasjes. Ik heb er nooit geen ongelukken mee gehad. Geen ongeluk mee gehad? Nee, helemaal niks. Oké. Okay. Niet aangehouden. Ook niet aangehouden. Nee, kijk, de kenteken is ook helemaal clean. Ja. Ik zie dat is wel, dat zeg ik er wel even bij. Die kenteken is er wel een keer vanaf getikt. Ah, die kenteken is vanaf getikt. Ja, er is natuurlijk een keer stond voor het stoplicht, dat was in Utrecht. En die man die zat bij een bestelwagen, lette niet helemaal op. Ja, die reed toen tegen de achterkant. Die reed dan heel voorzichtig, zeg maar, erop in, ding, behalve 7. Dan hebben ze het plaatje weer vervangen. Ah, oké. Okay. En hieronder zit... En dat heb je weer gedaan bij Rob? Hieronder zit ergens dus een heel klein scheurtje, je kan het niet goed zien. Maar dat heb je vervangen bij Rob ook? Dat heb ik vervangen bij Rob, ja. Ja. Oké, okay, top. Nou, we gaan even gegevens uitwisselen. En nou, dan gaan we nu naar hier een half uur zo wat gestaan te hebben. Gaan we toch maar denk ik even sporten? Graag. Maar wat vind je ervan, schat? Ja, ik vind hem mooi. Heel veel meningen vragen. Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja, het is wel vet omdat je ook een motor van je ma hebt. Een scootertje van je ma erbij. Dat is wel vet. Ja, toch? Oh, daar staat hij op internet. 2800 euro. Gloednieuw. Ja. Het is dus de naked variant. Ja, de naked. Ja, dat maakt het ook leuk, hè? Want dan mag je er dus naakt op rijden. Ja, dat dacht ik al. En jouw motor is ook naked. Ja, het is dus een naked bike. Gewoon naakt. Ja, fijn. Vind ik fijn. Is luchtig. Ja, hij ziet er heel... Ik vind het serieus. Als je hem in 2014 gekocht hebt, dat hij echt nog heel goed uitziet. Dus 2014. Als je naar die remschijven kijkt en die vering en zo, zit ook helemaal... Het ziet echt nog... netjes uit. Ja, het ziet er echt netjes uit. Binnen staan altijd. Ja, nu heb ik in de schuur. Hij heeft een tijdje buiten gestaan, voorgaande woning, maar ik had altijd een hoezo bij je gehad. Ja, precies. Ja, top man. Oh, wat een aardige guy. Geniaal, echt leuk. Maar hoe briljant is het? En dat zijn ook van die mooie dingen. We reden weg bij ons huis. Eerst wat ik zei was... Wow, kijk die Aerox. Oh, zo vet. Ik vind het echt cool. Ik ga meteen bellen. Hij staat nog naast ons van mij. Ik ga hem bellen. Ja, vet. Ja, ik vind het leuk voor je, want jij praat ook altijd voor over een Aerox. Ja, omdat het gewoon een leuke tijd was met de scooters altijd. Ja. We zijn nog steeds jong, hè? Dus je kunt nog steeds van genieten. Jong? Grappig. Jij bent wel jong, ja. Zeker. 28. Oké, we gaan lekker sporten, dames en heren. Daar heb ik ook wel zin in. Ik ook. Ja, kook je vanavond? Ik kook.
Ik kook wat? Geen patat, wel gebak. We hebben zin in vanavond. De vraag die altijd terugkomt. Ik heb zin in Fortnite. Of je bedoelt eten? Ja. Ik heb geen idee. Wat gaan we vanavond eten? Wel, knakworstjes? Een blikje? Iets makkelijks wel. Knakworst. Eitje. Nou, we gaan er nog even over nadenken. Maar we gaan nu in ieder geval even lekker sporten. Let's go! Smooth. Ik denk niet dat dit de sleutel is. Of, ja, of omhoog. Nee, dat is niet de sleutel. Misschien de andere kant. Het is sowieso raar om hier te zijn zonder dat er iemand is. Nee, dit is sowieso niet. Nee. Hij heeft de sleutel van zijn auto gekregen. Huh? Hij gaat er wel in, dus ja. Ik weet het niet. Maar Pim die heeft wel alles vernieuwd hier, hè? Nieuwe deuren, alles. Ik moet toch Pim even bellen dan, denk ik. Hebben jullie dit gevonden? Nee. Oh. Bro, wat doe jij? Nieuwe fitnessruimte, man. Oh, dit is de opslagruimte blijkbaar. Ja. Dit zijn wel vette gewichten, hoor. Echt, hè? Geniaal. Het is gewoon voor de kiddo's. Oké, we zijn bij Beest toe, nog steeds. Maar binnenkomen, dat is een hele optie. Hé, hey, is wel goed beveiligd in ieder geval. Ik denk serieus dat de sleutel de oude sleutel is. Omdat ze een nieuwe sloot hebben binnen. Omdat ze een nieuwe deur hebben. Nou, ik loop wel naar de receptie. Anders gaan jullie alvast een potje schaken voor de mindset, you know? Of je gaat alvast een paar banden flippen, dat kan ook. Hier heb je de dikke band, daar heb je de iets lichtere band. Kan je dat, denk je, zo'n band flippen? Aan de achterkant, welke is zwaarder? Deze is het zwaarst. Die moest ik altijd doen van Pim. Dat was niet leuk. Ja, uit de knie, toch? Ja. Pas op dat je niet door je rug gaat. Hoe pak je die? Ja, dat is heel lastig te pakken. Dat zei ik ook altijd tegen Pim. Lekker, maatje. Er zit ook nog water in. Lekker, bro. Kijk, dames en heren. Hier heb je zo'n groot schaakbord. Dat is wel echt geniaal. Kan je op deze manier gewoon schaken. Oh, die dingen zijn nog best zwaar, trouwens. Dit lijkt me echt gewoon een keer leuk om te doen. De sportschool is bij deze officieel geopend. Hoe was jij daar al? Echt net. Wow, dit is zo raar. Dit is zo raar. Ik zeg tegen hem, waar is mijn schatje? Dus ik kijk zo en ineens zie ik jou daar staan. Dat is wel toevallig. Maar kom, we gaan sporten. Yes! Ja, ze hadden een godmother sleutel nodig of zo. Godmother sleutel? Godmother. Nee, zeg maar zo'n sleutel die overal in past of zo. Ik weet niet precies. Nou, hey, ik ben blij, want ik zei al tegen mijn ouders, dan moeten we hier buiten iets gaan doen. Ja, dat had ook gekund. Maar let's go, dames en heren. Het is echt, het is nogmaals heel gek om hier te zijn zonder wat Pim er is. Maar dit is echt genieten. We gaan even lekker sporten. We zijn klaar. Het zit erop. Het was echt een pittige training. Maar we hebben het maar weer gedaan. En het was heerlijk. Dus shout-out naar Pim. Thanks dat we Beest toe mochten gebruiken om even lekker te sporten. Ook al, stel voor we konden niet naar binnen, konden we altijd hier bij, dat noemen we een apenkooi geloof ik. Konden we hier terecht. Dus hoe dan ook, lekker gesport. Heerlijk. Oké, dames en heren. Niks zeggen tegen mij. Oh. Ja. Wow, dit zijn de snelste boodschappen die je ooit hebt gedaan. Ik wist precies wat ik moest halen. Wij moesten nog storing maken. Goed. Zullen we een andere keer even bellen dan nog? Goed. Okay. Houden jullie bellen? Nee, niemand. Niemand. Goed. Wat gaan we eten? Ja, schat. Ik ben benieuwd. Wat gebeurt hier? Gebeurt. Er is niks gebeurd. Nu is het kerst. Oh, dat ruikt ook meteen weer zo lekker. Oh. Heerlijk hoor, schatje. Ja? Ja, zeker. Wow! Hoi! Hey! Hey!
Dames en heren, het is me weer een waar genoegen om jullie te zien. Of niet te zien, maar dat jullie mij weer zien op de zondagavond. Leuk stream vandaag op de planning. Want ik ga iets doen wat ik in een jaar niet heb gedaan of zo. De laatste keer dat ik dit heb gedaan was vorig jaar december. Ja, kijk, als je hier tankt. Raar hoe dat eruit ziet. Nou, ben ik tanken. Echt? Ga maar eens tanken, ga maar eens tanken. What the fuck? Hé, dit is zo vreemd. Hey, ik heb radio aan. Hey, ik heb reggae aan, bro. Hey. Hoor je dat? Hey. Ja, ik ben aan het dansen. Hey. 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 Oh, hij is hier beneden al. Wat is dat rode? Ik heb oh, dat is die lootcrate. Die lootcrate komt eraan. Kijk. Oh mijn god, yes. Rocket launcher. Ja, lekker bro. Hij is gevallen. Oh mijn god, ik weet niet wat ik moet doen, mensen. Launchpad zometeen gebruiken of zo. Woe! Oi, oi, oi. You got this, bro. Ja, fuck. Ja. Hou op met me. Holy shit. Lekker, man. Enzo is back, bitches. Let's go. GG, bro. Lekker, bro. Bro, wat gebeurt? Wat is dit? Juist. Lekker, bro. Goeie hit. Bro, ik heb hem zo hard gehit. Hij is echt bang geworden. Denk je dat ik achterlijk ben, dat ik niet weet... Ik ben iemand aangevlogen op jou. Waar? Ja, nood. Nog iemand aangevlogen, achter je. Boven je. Hit. Geen damage meer, of de dinges meer. Ah, naast je. Waar naast me? Oh, daar. Wow, ik ben zo van het bouwen voor niks. Oh, yo. Deurtje. Bro, ik heb dit zo nice gespeeld. Dat wil je niet weten. Bro, daar ligt alles. Bro, kom naar mij toe via de launchpad. Kom eraan. Ik weet niet waar die zit, man. Hier zitten ze. Allebei. Ik heb mijn mythic ding. Hij is in die chat. Ik heb hem hier op mij. Ja, lekker bro. Afmaken. Ja, nice. Die andere is onder mij hier. Laatste onder en zo. Mooi, goed zo. Zie je hem? 30 damage. Wacht, ik heb een mythic. Hier. Ja, let's go, bro. Lekker, bro. Met die mythic, hè. Boom. Woo. Let's go. Boom. Die tweede Victory Royale is binnen. Let's go. Oh, mijn god, bro. Hey, ga mes. Ja, ja. Oh, mensen. Lekker. GG in de chat. Oh joh, wat doe jij nou dan? Ik wil de auto aan! Oh joh, bro, wow! Wat doe jij? Wow! Wat de fuck? Is een auto hier? Ik heb geen idee, bro. Waar is een auto? Hier! Ja, nu heb ik niet kunnen tanken, bro. Ja, sorry, man. Kan je ook boost gebruiken met dit? Nee, hè? Hey, hier, shields. Wat ken je niet, man. Chill. Oh, oh joh, bro! De cirkel. Oh, wat doe je? Bro!
Wow. Wat doe je? Bro. Hey, hey, die auto doet het niet. Ga je weg? Ja, bro, ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Bro, die auto stuurt niet. Bro, hoezo getuned? Hij is helemaal niet getuned, man. Allemaal hoela. Is Myron wakker? Oh mijn god, Myron zegt ja, eindelijk slapen. Wow, Myron, what the fuck? Wat doe je nog wakker? Ga slapen, joh. Wow, Link, echt letterlijk. Hey mensen, Myron is wakker. Ze is gek, het is 4:10. Wat doet ze nog wakker? Schatje, ik kom naar je toe. We gaan lekker knuffelen. Niet meer, want ik ben moe. Ik ben kapot. We laten het bij knuffelen. Ik ga daarna gewoon in één keer. En als ik het doe, dan halverwege val ik gewoon om. Ik kan niet meer. Ja, jullie houden mij wakker. Sorry, Myron! Oh, sorry. Yes. Myron, die hoort ons gewoon praten ook waarschijnlijk. Hiernaast. Die kamer hiernaast is mijn slaapkamer. Ik zie er ook fucked up uit, hè. Mijn baard, mijn snor, mijn ogen helemaal rood waarschijnlijk. Kijk die bult in mijn nek. Kijk die bult in mijn nek, check die mensen. Bult van... zie je die bult in mijn nek? Jezus, bro. Zal ik een foto maken van hoe... Ja, ik zie het. Oh, ja. Kijk toch. Het is toch niet normaal? Zie die bult in mijn nek? Bro, shit, ik kom niet meer terug. Bro, ik wist dat vulkanen groeien op rug, hè? Kijk dan. Hij wordt gerend door die bult. Let op, laat het shirtje los. Kijk. Ja. Hij remt hem daar. Ja, dat shirt, ja, dat is niet normaal. Ik ben net een dromedaris. Snap je hoeveel pijn ik heb, mensen? En alsnog zet ik die 10 uur en 10 minuten stream. Bro, dit is toch niet normaal? Alsof ik hier gewoon een bicep heb, hè? Gewoon extra spier. Kijk die bonk. Maar weet je wat erg is? Je denkt, die knijp je easy uit, maar die knijp je easy niet uit. Dan moet je ineens, bro. Dat ik hem nu zo in één keer pop op stream. Vol in die camera, pam. Ja, die steenpuis, ik moet gewoon een ID-kaart aanvragen voor hem. Ik moet gewoon verblijfsvergunning aanvragen voor die steenpuis. Daar komt in één keer ongewild hier het land in. Is dat niet normaal? Oh, dames en heren. Wat hier is gebeurd, is echt bijzonder. Ik doe even de muziek uit van de livestream. Ik heb net de livestream afgesloten. Het is 4:20 in de nacht. Of in de ochtend, hoe je het wil noemen. Het is niet normaal. Ik heb gewoon 10:15 lang achter elkaar gestreamd op Twitch. Het was echt zo gezellig. Het was echt insane. Dankjewel voor alle liefde. En thanks voor het kijken naar de vlog. En misschien kan jij nog... Nou nee, dat hebben jullie net wel gezien in de stream highlight. Hoe groot die bult in mijn nek was. Wat gaat de editor allemaal niet pakken van die stream? Zo, dat wordt dan of een hele lange vlog. Nee, dat is keuzes maken. Ik ga niet alles van de stream laten zien altijd in een vlog. Want niet iedereen vindt dat leuk. En als je het wil kijken, dan kan je gewoon de stream terugkijken op Twitch. Maar jullie hebben wel net in de stream highlight gezien. Die wel in de vlog zat net. Hoe groot de bult dat in mijn nek is. Niet normaal, kijk hè? Kijk nu aan. Ja, het is echt bizar, man. Ik krijg gewoon bijna ogen. Staarwedstrijd, man. Ja, dat is echt niet normaal. Ik hoop dat hij snel popt. Ik ben er helemaal klaar mee. Ook die pijn is gewoon helemaal klaar. Gewoon vervelend. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar de vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet het duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En je ma Aerox. Bro. Ik blijf de hele tijd de hele tijd denken. Bro, de hele tijd is die stream allemaal filmpjes opzoeken. Je had het niet door, maar... Nee, maar dat is leuk, hè? Ja, we gaan het zien, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Check jullie morgen. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette... Peace. Knol Power.